Excelsior Maassluis thuis dus tegen Achilles 29. En Excelsior Maassluis is een beetje op en af. Slechte wedstrijden, vorige week wel gewonnen. En hier de eerste kans van de wedstrijd met Derks. En uiteindelijk ook nog Van Ooyen die er niet bij kan. Doelman Rooyendijk pakt die bal gewoon rustig op. Vorige week dus de zege van Excelsior Maassluis tegen TEC. En de week daarvoor de nederlaag tegen de Vogels. De slechtste wedstrijd die ze ooit gespeeld hebben, zei Jeroen Rijsdijk onder zijn leiding. Maar vorige week was het al niet veel beter. En Arno Arts begon met de nederlaag als nieuwe trainer van Achilles. Hier komt de bal voor de voeten van Van Ooyen. En dan is het 1-0 na 10 minuten. Helemaal vrij, het verre hoekje. En de goal dus van Van Ooyen. Iedereen in de defensie van Achilles verslagen. En Excelsior Maassluis, dat achtste staat op de ranglijst, wil graag de sprong naar boven maken. De paas is van Blij, Vincent van den Berg, Vincent van den Berg. Prima uithaal. Dan Van Ooyen. En dan hem niet bij Derks krijgend. Mooi, Vincent van den Berg. De paas is van Daan Blij. In één keer uit de lucht. En die doelman, die Rooyendijk, heeft hem alleen maar horen fluiten. Excelsior Maassluis, de betere ploeg. Achilles probeert het wel met Nagadi. Goeie paas daar bij Rozenboom. Kom nou eens op, man! Hoe kan dat nou? Maar Rozenboom, jong als die is, weet daar voor de rest niets mee te doen. Maar Achilles blijft toch brutaal. Daar weer de actie van Jankovic en het schot van Jankovic. Nou, wat scheelt het? Het opruimen is uiteindelijk van Kevin Ringeling. Maar een goed schot van Jankovic, Alexander Jankovic, met rechts. En daar heeft doelman Van Leeuwen alle geluk van de wereld. Tweede helft. 1-0 dus de ruststand. Jankovic. En dan de redding van Jean-Paul Van Leeuwen. Op de inzet van die aanvaller van Achilles. Weer een voorzet. Weer Achilles dus in de aanval dat zich niet verstopt in deze wedstrijd. En weer het schot van Jankovic. Hij begon ooit als voetballer bij Achilles. Arno Arts, zijn vader, speelde er ook nog in het eerste. En hij is dus trots dat hij er nu trainer is. Nu de overtreding daar, jawel. Dat zegt althans scheidsrechter Gansner. En die overtreding leidt tot een strafschop. En dan achter de bal Daan Blij. Probleemloos. 2-0 voor de thuisploeg. Op weg naar de negende zege van dit seizoen. Almeida met de voorzet. Richting Van Ooyen. Die wordt weer naar de grond gewerkt. Weer is het Fini. En weer is het de strafschop. Van Ooyen krijgt de penalty. Dom verdedigend werk van Fini. En dus weer Daan Blij achter de bal. En weer een treffer. Weer dezelfde hoek. En Excelsior Maassluis op 3-0. Wat een wilde voor de ploeg van Rijsdijk. Martina. Moreno neemt over. Wordt het nog 4-0. Van Ooyen met de paas. Van den Berg niet. Die legt hem terug. En dan wordt hij uiteindelijk weggewerkt. Blijft het 3-0 voor Excelsior Maassluis. Is Dien Van Ooyen de man van de wedstrijd. En wint Jeroen Rijsdijk op eigen veld. Zeeuwschijs en de Gensler, die vindt het genoeg voor vandaag, dames en heren. De punt staat op 90, dus dat klopt ook wel. We hebben 3 doelpunten.